En het is weer eens tijd voor de Daily Challenge. We zullen eens kijken waar het ons vandaag naartoe gaat brengen. Ik had eigenlijk nog willen kijken wat de views van de afgelopen keren waren. Want ik wilde weten of mijn aflevering met mijn persoonlijke praat goed bekeken was of niet goed bekeken was. Want dat vond ik op zich wel interessant om te kijken, om dan te zien of dat eventueel, hoe heet het, enige aandacht gaf. Ik heb trouwens het idee dat mijn geluid echt heel raar staat. Ik ga heel even checken naar deze ronde. Dit lijkt me trouwens ontzettend hard. Amerika te zijn. Amerika. Waar bent u dan? Ja, FedEx. Sandy UT. Tuurlijk zegt dat niks, maar het is een beginpunt. Zullen we zo zeggen. Ik bedoel, ik denk niet dat dit Utah is. Ik denk dat dit een van de omgevende staten is. Dan hebben we Nevada. Nevada valt af. Dan hebben we Arizona. Arizona valt af. We hebben natuurlijk Colorado, Wyoming en Idaho. Ik zit te denken aan Wyoming of Idaho. Maar goed, ik twijfel nog een beetje tussen de twee, om het zo maar te zeggen. Ik kan natuurlijk mijn oude geliefde spreuk tevoorschijn toveren. Maar ik denk dat het wat dat betreft niet zo heel veel uitmaakt. En ik denk toch niet dat ik nou nog iets van een bord of iets dergelijks ga vinden waar iets op staat of zo. Wat is er? Game Crossing. Ah, kunnen hertjes en dergelijke oversteken hier. Dus, twijfel Idaho. Ik weet dat het echt gewoon complete bullshit is. Dat snap ik ook wel. Maar hey, ik bedoel, ik zal maar eens gelijk hebben, weet je. Ik bedoel, who knows? Het heeft met het in de eerste rondes heeft me altijd heel veel geluk gebracht. Oklahoma. Ah, jongens, zou dat dan toch Colorado zijn? Ja, maar dit ziet er niet als Colorado-achtig uit. Tuttle. Waar is Idaho? Heb ik een Tuttle in Idaho? Heb ik een Tuttle in Wyoming? Nou, als het zal waarschijnlijk maar een kleine plaats zijn, dus heb ik een Tuttle in. Kijk dan, was Idaho. Yes! Welkom terug, Idaho. Bij twijfel, Idaho dus. Oh man, dat is het gewoon te geweldig voor. Dit. Oh. Ja, nee, dit is niet wat ik dacht dat het was. Ik wou zeggen dat het ergens in Amerika was, maar. Ja, nee, dat valt inmiddels wel af. Ik ben benieuwd of ik iets van. Dit ziet er wel uit als een stad. Dus. Dan ben ik heel benieuwd of ik iets van een bordje. Ja. Bordje. Woehoe. 241 Shoro Kamishishiro Obihuro. Heb ik niet al een keer eerder. Kijk, dat dacht ik al wel. Ik had die naam al een keer gezien. In ieder geval sowieso als Shoro. Ik weet niet waar. Waarschijnlijk in een eerdere ronde. Oké. 241, dat is deze. Gaat hij dan hierdoor? Is het ook nog twee? Ja.
Gaan we eens even kijken. Shoro. Nee. Dit is er nog twee. Dit ook nog. Al zou ik denken, als er hier Obihoro staat, dat dat toch. En dit is Ashoro. Ah, en dit is Kamishiro. Dus. Zullen we gewoon hier wegzetten? Want dit ligt tussen in ieder geval Kamishiro en Obihoro in. Ik zeg niet dat dit het is. Maar het is een begin. Het is een Obihoro of deze plaats. Shihoro is een vrij stevige plaats. En gezien het feit dat ze hier aan het bouwen zijn en zo, zou je toch denken dat dat toch wel enigszins die richting uitgaat. Maar misschien dat dit bord mij gaat helpen. Klein stapje. Ik bedoel, ik heb nog 39 seconden, dus dat. Central Shihoro. Shihoro Kogen. Ja, het is dit is het gewoon. Ik zit gewoon in Shihoro. Nou is de vraag of ik dit te zien zou krijgen. Je zou denken dat ik dan hier gezeten heb misschien? Nee, want dat is richting de dingen. Dus hier misschien? Maar ik zat op een andere weg. Dit is Central. Shish. Dus, nee, ik zat wel op deze weg. Tja, het was twijfelachtig. Ik bedoel, oh nee, wat erg. Oh. Ik bedoel, voor een Japan-hok is dit vrij aardig. Ik hou van Japan. Japan is een leuk land. Dat is een land wat ik ook nog altijd samen met dit land nog altijd zou willen bezoeken. En voor degene die voor wie het onduidelijk is welk land dat dit is, kan het zien aan de bomen. Dit zijn. Ik weet het, het klinkt echt heel stom, maar dit zijn echt zulke typische Finse bomen. En ik ben ook zo blij dat Firefox eindelijk meewerkt met Finse locaties. Mits het Finse locaties zijn natuurlijk. Ik bedoel, ze zullen altijd zien dat dit dan geen Finland is. Veel open plekken. Ja, weet je wat het is? Dat was vorige keer ook. Toen dacht ik dat het in het zuiden lag. En toen lag het uiteindelijk in het noorden. Dus ik wil daar nou gewoon geen risico mee lopen dat ik het weer fout heb zometeen. En ja, laat hem dan maar gewoon lekker in het midden staan. Misschien dat ik nog iets van een aanwijsbordje tegenkom of zo. Ja. Ik ga terug naar het begin. En dan gaan we de andere kant eens op. Kijken of we hier wel iets vinden wat in ieder geval een aanwijzing kan geven in welke richting ik moet zoeken. Kan ik iets uit de zon halen, maar dat. Oké, stel je voor dat het in 196, dat het in het zuiden is. Zou het toch. En hoe groot is dit? Want dit is geen hoofdweg. Hoe ver moet ik zoomen om. Dan ben ik even serieus, hè? Kijk, nou heb ik pas deze wegen te pakken. Dus dat gaat hem niet worden, denk ik, om het zo te lokaliseren. Mocht het in het zuiden liggen. Nou, ik denk van net van. Maar het was 104, dus dat gaat hem niet worden. Nee, dat gaat hem zo niet worden om het zo te lokaliseren. Dan mocht ik toch echt op andere dingen. Durf ik ervan uit te gaan dat het zuiden is, omdat het niet zo verschrikkelijk dicht bepost is. En het is zelfs landbouw en zo. En we weten dat landbouw toch echt wel in het zuiden zit.
Ik neem de gok. Ik neem puur de gok omdat het landbouwgrond is en niet kale grond. Nou, bij deze. Nogmaals, moet je kijken. Even was 196, geloof ik dat het was. Ah. Oké. Okay. Wellicht, maar goed, als we even. Maar ik zat op dit niveau. Nou, 1, 2, 3, 4. Had ik het nou gezien. Maar dan had ik nog naar dat. Oh nee! Damn it. Oké. Kijk, nou staat het op de grond. Ja, nou. Kennenliedje, ik ben zo terug. En alweer terug. Dat is een beetje het voordeel aan Firefox. Bij Chrome blijf je boven altijd nog iets staan. En dat heb ik hier, heb ik dat gewoon niet. Dat is zoveel beter. Ah. Dit is Griekenland. Top. Stefania. Een ander is Monemvasia. Kijk, Monemvasia. Oké, en dan Stefania. Zou dan in de buurt moeten liggen, zou je denken. Waarom heb ik hem? Ik heb hem echt in de zee gepleurd. Even kijken, misschien dat ik hem hierop kan. Het lijkt erop, hoe verder ik inzoom, hoe meer Griekse namen dat ik krijg in plaats van met met de Engelse belettering erboven. Misschien, want ik zie daar ook nog een bord staan. Kan ik daar naartoe gaan? Ik zal eens even kijken. Oh, kijk, ik bedoel. Oh nee, wat erg. Even kijken, prehistoric settlements. Ik denk niet dat ik op die weg kan komen. Denk ik hoor. Maar wellicht dat. Nee, want het zal ook wel weer richting Stefania zijn. Oeh, ik kan er wel op komen. Dat zou mooi zijn. Waar zat dat bordje? Hier. Even kijken, Monophasia en Sparta. Sparta. Sparti staat er hier, maar ik weet dat het Sparta is. Waar zat het ook weer? Oh nee, Sparta zit helemaal hier. Dat zit ongeveer dan. Zou je zeggen, zou het dan hier ergens zitten, Stefania? Zit ik te dicht bij Monemvasia te zoeken? We gaan eens even kijken, want ik weet dat het daar ook nog een bord stond. Dus dan heb ik daar nog maar 20 seconden. Oeh, wauw! Griekenland, ik hou van je. Weet je, het is nog mooi dat dit zo. Dat ik op deze locatie. Weet je, als ik meer tijd had en mij er niet zo. Tom had gezocht naar. Sparti. Oh. Maar ja, redelijk 14 kilometer er vandaan. Dat. Dat neem ik wel veel. Hier is Stefania. Dat had ik sowieso, denk ik, niet gevonden. Omdat het er niet in het Engels boven staat, zeg maar. In het niet Grieks. Dat dit. Ik wilde zeggen, dit is waarschijnlijk Filipijnen, misschien Thailand. Maar gisteren hebben we gezien dat dit soort wouden niet altijd te vertrouwen zijn. Nou,
denk ik oprecht wel dat dit niet Australië is, overigens. Als dit wel Australië is, dan stop ik gewoon per direct met geocachen. Want dat heeft echt voor mij totaal geen nut meer dat ik geocachen kan spelen. Want dan herken ik echt niet eens. Dat bordje zal waarschijnlijk wel een hele hoop helpen. Thesaur, Smart Paradala. Facebook. Nou, is eerlijk. Facebook schijnt enorm groot te zijn in de Filipijnen. Ik wil Thailand zeggen. Thailand trouwens ook wel hoor, daar niet van. Maar dat schijnt echt enorm groot te zijn daar. Ik weet oprecht niet waarom. Misschien dat er gewoon heel veel groepen of zo dat die op Facebook zitten. Of weet ik het. Dan gaan we even met het kucheltje. Dat is niet de Filipijnse vlag. Maar dit is geen Thais. Wat zou dit Indonesië kunnen zijn misschien? Nee, want dan had ik het ook wel in een andere taal gezien, denk ik. Nee, ik denk. Soon to open. Dit is echt wel de Filipijnen. Geen Australië in ieder geval. Echt nee. Serieus, die tropische Australië van gisteren, dat. Minds blown. Serieus, echt. Minds completely blown. Ja, als dit de Filipijnen is, dan kan ik nooit voor ons leven vinden waar dit precies is. Wat ik zeg, ik herken niet eens de natuur van de Filipijnen specifiek. Dit gaat zo'n geval zijn van dat mensen uit de Filipijnen dat die specifiek kunnen zeggen, ah ja, maar ik kan zien dat dit hier is, want ik zie die plant hier staan en die groeit alleen daar. 200 kilometer er vandaan. Maar als dat overleef ik wel. 4301 punt. 23.667 punten. 57. Ik ben benieuwd waar ik beland zou zijn. Of veel mensen het goed hebben. Ik denk niet dat het een al te moeilijk was, zeg maar. Ik zou hier tussen beland zijn. Dus het top 10. Aardig. Ik bedoel, ik denk dat alleen die van de Filipijnen echt heel lastig was. Deze ben ik niet ver genoeg gegaan. Ik heb natuurlijk Tuttle gevonden, maar wellicht had ik ook iets anders gevonden. Had ik hier, ja, hier heb ik natuurlijk die 149 gevonden. Hier heb ik een specifiek potje gevonden. Hier heb ik een specifiek potje gevonden. Hier niet, maar goed, als ik de andere kant was opgegaan, misschien wel. Dus ik denk dat het een vrij gemakkelijke ronde was geweest voor iedereen. Dus ja, nice. Laatste tijd ook wel veel Griekenland, moet ik zeggen trouwens. Gisteren eentje, vandaag eentje. Tijd geleden ook al een paar keer achter elkaar Griekenland. Vind ik niet verkeerd hoor. Ik bedoel, Griekenland is niet zo heel groot. Ik krijg een beetje het effect wat je hebt met ik kom er gewoon niet op. Met ik weet het gewoon niet meer. Ook gewoon zo'n klein Engeland. Met Engeland, als je erin plut, dan ben je eigenlijk nagenoeg zeker van 4000 punten. Dus dat is met Griekenland is het ook. Al moet je daar wel goed op letten dat het niet op een van de eilanden ligt. Maar 9 van 10 heb je er wel vrij snel door op welk eiland dat het is. Dus alleen Kreta is een beetje lastig. Maar goed, ik dwaal weer helemaal af. Ik ga morgen wel weer verder met de volgende daily challenge.
Tot morgen.